Kijk, dit is voor een ullo. Ja, nou voor de rest. Ja. Hey meisje, ik mag knuffel voor jou. Hey. Ja, dat is lekker. Heb je mama gemist? Maar ik ben dus ergens lekker geweest. Oh, en Rodi kwam daar wel helemaal niet tegen. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 22 april 2022. Jee, joepie de poepie. En ik sta dus nu in de stad. Ik ga Bro wachten. Die is de auto even aan het parkeren elders. Waar het gratis is. En dan is het richting het ziekenhuis. Voor een prik. Dus... Maar voor de rest wensen jullie wel heel veel kijkplezier op dit gloednieuwe vlog. Zo, geen buikpijn meer. Nee. En geen buikpijn, nee. Alleen ik heb wel pijn in mijn kuit. Maar dat moet ik in de gaten houden. Dus dat gaan we dat doen ook. Ja hoor. Alleen mijn misselijkheid, dat zakt vanzelf wel. Het is wel ietsje minder. Maar ja. Weet je wat ik zo meteen ga doen? Is even kijken of ik ook vanavond nog kan rijden straks. Oh ja, ik wil gewoon rijden. Gewoon even eruit, moven. Zelf rijden. Morgen ook rijden, hartstikke idee. Ja, maar dan moet ik eventjes meneer Bazelle vragen. Of dat Ella misschien kan. Ook leuk, gezellig. Hey Ella, gezellig. Wil je rijden? Ja, ik ook. En anders, Basiel, ja, u staat er mooi op. Helemaal goed. Ja, hoe zeg je dat? Bessel. Ja, Bessel, Basiel. Ja, ik noem hem gewoon Basiel en dat mag, dus. Ha! Basiel, je zegt B-E-Z-Z-E-A. Ja, nou, dan moet ik even vragen. Dat moet ik vragen aan hem, hoe dat uitspreken. Ja, ik film mezelf, meneer. Ja, dus. Kijken, maar ik kan ook kijken. Hé, hoeveel bordjes wil je hebben hier? Hele. Check dit. Dit hier. Ja, hoeveel bordjes wil je hebben? Jij gaat aan die kant lopen. Oh, leuk, gezellig. Rodi gaat daar lopen. Het is hier nog een schoolzone, dus hoe hard mag je hier? 30. Maar dan zou ik dan weer 15 gaan doen, hè? Omdat het schoolzone is. Ja, dat is het. We zijn met z'n tweeën. Dus dan is het 60, toch? Nee, 30. Ja. Moet je hier rijden, dus je bent er met z'n tweeën. Dus dan is het 15, toch... 15 peppers. Hoor. Nee! Grappen maken. Oh. En ik kan weer lachen om zijn grapjes, hoor. Ja, dat scheelt heel veel. Ja. Net zien, als 1 en 1. Hoe, 1, wat? En 1 is 2. Ja, dat is mooi. Dat is heel fijn. Dus, ik heb geen buikpijn meer. Wat een wereld van verschil, zeg. Hoe vind jij dat zo? Ik vind het wel prima. Wat? Je weer aan de open. En geen buikpijn meer, hè? Mm-hmm. En geen krampen meer. Dat ook weer. Zo, steken, ja. Een lekkere T-bone steken, dat was maar. Ja, maar dan, Emma, dan vraag ik dat en de 9e en dan wil je dat niet, want oeh, nee. Maar je krijgt hem wel deze week van mij gelachenheid. Tuurlijk wel. Andere steken. Maar moet ik voor maandag gaan reserveren trouwens? Mij hoeft het niet. Maar jij mag het wel reserveren, daar niet van. Oké, het zal wel. Discussie voor ons samen. Ja. Oké, een klein vraagje aan jullie. We hebben hier een bord. Die blauwe. Deze. Ik ga even stilstaan voor jullie. Uitkijken achter mij. Deze blauwe. Die gaat die kant op. Dat zijn voor auto's dat je dus die kant op moet. Die witte, dat is voor fietsers aan de overkant dat je die kant op moet. Dus, en dat is ook een fietspad. Maar waar zijn de borden voor voetgangers dan? Ja, het bord en voor de voetgangers. Helemaal geweldig. Kijk, hij moet die kant op, per se. Dat is leuk. Dus ja.
tuintje op het water. Ja, dat is leuk toch? Tuintje op het water. Ja. Ja, is toch leuk? Een watertuintje? Ja, dat is handig. Met Tom. En deze gele kanarie is ook leuk. Ik word gewoon eventjes aan de kant er gedouwd. Een dom eigen vent. Ah, leuk. Een gele kanarie. Een groene kanarie. Ah, heerlijk. Beide Westermolens, ja. Hey, Davies. Zo vaak kom je deze dingen niet tegen. Parkeercontrole. Netjes, netjes. Het kan wel. Netjes, kijk. Oh, dat is een leuk autootje. Deze looie. Dat is een oudje. Een hele mooie. Wauwie. Geweldig. Wauwie. Ja, nou. Wij zijn nu bij de Albert Heijn Elandstraat. Ja, Albert Heijn Elandstraat, waar ik heb gewerkt. Als parkeerbeheerster. Ja, hier heb ik gewerkt. Is leuk, is grappig. Hè? Huh? Welke? Welke, wat? Hè? Huh? Wat? Niet zo erg, oké. Waar heb jij het over? Oh, en die avocado. Zo, goedemorgen, zeg dat dan. Maloot, mafkees. Ja, ja, ik vind het goed met je. Is hij er nou zelf? Volgens mij wel, hè? Yep. Hij is volgens mij zelf. Is leuk. Is grappig. Ja. Hallo. Goedemiddags. Nu wel weer, ja. Hè? Ja. Een tijdje alweer. Heel tijdje geleden inderdaad. Nu weer en weer goed. Ja. Ja. Net uit het ziekenhuis. Ja. Ja. Weer spuiten mogen ontvangen. Nou, ik zal nooit in dat ding gaan. Die dus nou. Net. Nee. Dan blijf ik vastzitten boven. Mijn god. Blijf de kermis bezoeken of niet? Nee. En toen stond hij weer vast. Kruisingen blokkeren. Ja, politie, doe er eens wat aan. Ja, inderdaad. Gewoon hun volgen. Oh, en inderdaad. Juist. Helemaal top. Dat is goed. Dat is bijna tegen mij. Hè? Ja, maar dat staat denk ik op ook. Niet zo handig, hè? Gewoon lijntjes op de weg. Zo! En lijntjes op de weg. Lijntjes volgen. Binnen de lijntjes blijven. Allemaal dicht, allemaal, allemaal. Het is één grote puinzooi momenteel. Echt. Eén grote puinzooi. Nou, en daar is kermis. Kermis is leuk. Ja. Allemaal afgesloten. Dat is handig. Ja. En het wachten is op Ro. Ja. Waar zullen we zijn? Zien jullie dat of niet? Zijn karretjes zijn er wel. Hè? Ja, dus even gewoon even sneupelen.
ik hoef niet altijd wat te kopen, maar ik ben hier al dik 13 dagen niet meer geweest hoor. Ik vind het goed. Ik vind het best. Heerlijk even. Ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh, zo leuk hè. Hoe die lekker bezig is zo af en toe. Ja. Ach ja, ja. Kijk. Wilt u mij aanrijden, meneer? Huh? Ja, dat heb ik in de gaten, ja. Ach ja, wij gaan eventjes even wat bekijken, snuiven, even leuk. Want mijn mafiosia, mijn kerel, zoals wat hij zelf zegt, moet ook weer straks weer werken. Dus ja, gewoon eventjes snel doorheen, even heerlijk, zalig. Gaat u maar eerst, meneer, en met uw karren, ja. Gaat u mee eerst? Helemaal goed. Ah. Ja, ik ga weer naar binnen. Ah, lekker. Heerlijk. Action. Lekker. Action. Heerlijk. Zo. Och, ja. Ja, en dan vandaag eventjes mijn telefoon legen. Lijkt me ook een hele goeie. Telefoon legen. Ja. Is leuk. We gaan even snuipen. En we gaan de Jumbo binnen. Jee, jee, jee. Polario, jee. Het ziet er ook erg lekker uit. Salmiak sensatie. Ja, hij niet, ik wel. Nee, helaas. Het verschil moet zijn, hè. Dat is een Finse salmiak drank. Alcohol had je al in de gaten, 25%. Ah, lekker. Sammy. En deze is, dat kleur? Het is hetzelfde, dus we hebben drie etiketten voor het leuk, maar de inhoud is hetzelfde. Dus je hebt gewoon de drank gedronken. Oh, lekker. En €2 korting vandaag. €2. En gratis klaar. Oké. Nou, ik ga nog wel even, hè? Gratis glazen. Gratis glaasjes. Dus ik heb deze net van die shotglaasjes. Dat is leuk. Die krijg je erbij cadeau. En dat €2 korting. Ah. Oké, okay, maar ik ga er even over nadenken. Ik loop lekker een rondje. Ga ik doen? Doen we dat. Ja. Yeah. Gewoon in de slijterij. Dan heb je de hoek daar dus. Oh, oké, okay. Weten we te vinden. Dank je. Helemaal goed. Joehoe, ja, die voel je wel. Zo. Ga wel lekker. Joepie de boepie. Als je nog niet wakker bent, dan ben je het niet wel. Een flesje doen dan maar. God. Mei. Wil je me dronken voeren? Ik ga deze kant op lopen. Ja, dan loop ik eromheen. Ik vind het even helemaal gescheten. Ik vind het even helemaal bagas. Ja. Even kijken. Hey, waar is de... Oh, hier is de bak. Goedemorgen. Waar is de bak? Nou, hier. Is het nog wat? Nee. Spitje wijn. Dit is voor een Ullo. Ja. Nou, voor de rest... Ja. Dat vond ik dus ook al. Ja, dat is ook een euro, ja. Die man die weet gelijk aan wat hij wil. Denk ik zo. Maar ik vind dat een beetje duur, een euro. Eurotje? Ja, een eurotje. Zo. Maar die salmiak die blijft wel langer, ja. Maar... Mascarpone. Ja, nou, we gaan Ro even lastig vallen. Ik ga jou even lastig vallen, schat. Vind ik leuk.
Nee hoor, doe ik niet. Even kijken, hoe duur is het brood geworden intussen dat ik hier niet ben geweest? Nou, dat valt wel mee. Deze is €1,28. Oké, die is wel duurder geworden. Het gaat een stukje omhoog. Niet heel erg veel, wat we zouden denken, maar... Maar ja, het is het wel. Dit zijn halfjes, dit is een hele. Het is een hele. Dus ja. Ik ga nu weer achter Ro aanlopen, vind ik leuker. Wat zeg ik, ga lekker Ro achteraan huppelen. Leuke schoenen, meneer. Valt mooi op. Ja. Ja. Leuk. Ja. Komt ook Miami. Wat zei u? Komt ook Miami. Wat bedoelt u? Komt ook Amerika en Miami. Oké. Uit Amerika, maar ja, nee. Oké, het zal. Ja, oké, best. Beetje allemaal hout hier neergelegd. Ja, onze kat is weg en nou ligt dit hier. Oké. Ja, dat kan ook. Ja. Weer lekker in de mal, lekker. Hier weer, ik weet gewoon hoe ik hier moet lopen, joh. Ja, lekker. Oh ja. Het is nogal druk. Zo. Nou, kopen hier dus nooit je friet. Nooit kopen. Dit is fiets. Wauw. Mag je daar staan? Volgens mij niet. Maar oké, maakt niet uit. Geeft niet. Is handig. Ja, dat was dus namelijk die auto. Die is het namelijk daar. Wat daar mag maken. Nou, nu is het even wachten op Ro en die moet vanaf die kant komen.
En Rody komt er al aan met onze gebakkie. Ja. Ik heb een grote big smell, alleen Roderick niet. Want ik heb hier iets en dat stinkt voor Roos, zeg maar. Ja. Het stinkt. Het stinkt. Punt. Niet alleen voor mij. Maar straks weer werken, vind je dat leuk? Ja. Ha, 349D. Dat en dat zou jij altijd doen. Op die manier. 349D, hoe groot is dat? Dat is heel groot, dat is denk ik zoiets. Ja, dat is ongeveer dit. Ja, zo weet ik veel hoe groot dat is. Ha, 349D. Type skippiebal of groter? Ik denk groter en dan een skippiebal of groot. Ja, dat ook. Nou, gezellig, hoe ben jij? En met je uitspraken. Nou, dat ook. Gezellig ben jij. Ja, ik ga gezellig. En naar huis. Wat? Ben jij vrij en gezellig? Ja, dat ook. Sinds wanneer ben jij vrij en vrijgezel? Dat is een woord. Nou, hoor. Nou, volgens mij ben jij aan mij en gekleefd, hoor. Ja, omdat die ring er iedere keer afvalt. Duh. Dat is afvallen. Dus, maar volgens mij heb jij gewoon een ketting aan je poot hangen, hè? Dat weet je, hè? Met een hele grote bal eraan. Ja, met twee ballen. Nee, links en één. Nee, maar dat zei Maartjes even iemand anders. Ja, kijk uit, hè? Want je hebt nou een ketting aan je poot hangen, hè? Als je gaat trouwen. Ja, dat sowieso. Ja, nou, en hoe voelt dat? Merk je er wat van? Ja. Wat dan? Nou, zwaar, zeg maar. Nee, slip, even een zere neus. Zo mee. Nou, even een zere neus. Ja, dat is handig, die bouwen aan de voeten. Nou, nee hoor, die ketting is er niet hoor. Nee? Hij mag werken en doen wat hij wil, dus... Toch wel. Nee, niet. En als ik dan wil werken? Nee, we hebben een afspraak staan. Ja, zoals? Dus vrijdag kan ik ook net werken, met belletje gekregen, schildje. Nou, mag je twee kanten op, dan moet je die wat pakken, ja. Want anders kom je er niet! Borden lezen, mensen, dat is moeilijk. Ja, let maar op. Allemaal in de remmen. Oh, dat is ook zo moeilijk, want er staat een bord. Ja, en iedereen die moet in één keer invoegen. Joh. Oeh, kronkeltje, schat. Kronkeltje. Oh, dat is ook zo eng. Gaan ze eerst zeker weer die weghelft doen? Ze gaan dus nou weer bezig. Eerst zeker met de... voetgangerspad, ja. Ja. Voetgangerspad. Ja, voor mij gewoon een voetpad hoor. Voetgangerspad. Ja. Ik wil wel even langs school. Kijken. Wat? Dat mooi dat mag is. Mag dat mooi dat... Mijn zinsopbouw klopt niet echt helemaal. Dat is mooi dat mag is, ja ja. Draakje ligt lekker daar. Ik moet daar nog even kleed overheen doen. Hier heb ik meneer Bolly. Hi, kerel. En daar heb ik met... Hi, meisje. Kom maar. Kom kijken. Oh, mijn plantjes zijn allemaal dood. Bijna dood. Ja, en daar gaat papa. Daar gaat de politie. Kom maar. Ja, Dikkie. Moeten ze even hier weer eventjes dit even goed neer gaan leggen, dames. Hi. Hi, Bolle. Hi, wijfie. Hi, schat. Ga zitten. Goed zo. Au. Ja, ik ben statisch geladen, schat. Ja. Ik ben statisch geladen. Ja. Alleen wij mogen daar en daar de auto neerzetten. Ja, alleen wij. Ja. Letters, trusten. Nou, die gaat lekker naar huis, lekker slapen. Ja. Haha.
Ik zit weer lekker thuis. Ja. Ik ga mijn zonnebril er even afhalen. Heerlijk. Hey meisje, ik mag knuffel voor jou. Hey. Ja, dat is lekker. Heb je mama gemist? Ja, ik merk het. Je hebt mama gemist, hè? Ja, je hebt mama gemist. Ja, goed zo. Maar ik ben dus ergens lekker geweest. Oh, en Rodi kwam daar wel helemaal niet tegen. Ik zal het laten zien. Ik had het ook al laatst met mama gegeten. Maar dit is dus de lekkerbek van Henk Kraan al hier. Ja, dus hier ga ik lekker even smikkelen. Ja, ja. Maar ik ga lekker de vlog afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En doe het belletje aan. En laat gelijk tevens dan gelijk ook een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.